Um, ja, het begon eigenlijk met een aanzichtkaart van vakantie, die erotisch getint was. Uh, ja, daarna een, een, een droogworst in de rug gestoken en daarbij gezegd van kijk dit is een piemel. En, ja, zo ging het eigenlijk steeds verder. Ja, een poging tot in het kruis grijpen. Uh, Bijvoorbeeld bij, bij de pudding opgieten waar ik een bij, bij hielp, zeggen dat er Viagra in ging. Het 32-jarige slachtoffer woont pal naast de kerk in Münstergeleen in het voormalige huis van de kapelaan. Hij werkt voor de parochie. Toen de pesterijen en intimidaties bleven voortduren, stapt hij naar het bisdom. En dat gaf hem gelijk. Uw klacht is gegrond verklaard. Tevens moet de pastoor voor zijn gedrag naar u toe excuses maken. Ik sluit me hierbij aan en wil bij deze mijn excuses maken voor het door deze priester geschonden vertrouwen. Laat bisschop Harry Smeets weten aan het slachtoffer de pastoor komt er met een ernstige waarschuwing vanaf. Een professionele houding en afstand als ook een gepaste uitoefening van macht hadden voor u leidend moeten zijn. Dit wordt als een zeer serieus misdrage beschouwd. Korte tijd later ging Broers met vervroegd pensioen naar hartklachten. Hij stopte na 25 jaar als pastoor in Münster-Geleen en vertrok naar Zuid-Frankrijk. Maar toch is de ellende daarmee nog niet voorbij. Nee, ik vind van niet, want uh, afgelopen juni heeft hij nog een tafel uit mijn voortuin gestolen. Uh, ja, het volledige kerkbestuur waar ik in dienst ben en waar ik van huur, uh, die volgen de gedachten van de pastoor. Dus. Vanuit Zuid-Frankrijk laat Harry Broers weten niks verkeerd te hebben gedaan en het dreigt met juridische stappen tegen L1. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie wegens smaad en laster en seksueel grensoverschrijdend gedrag.